En dat heeft de professor daar ook gezegd. Van, nu je al zo snel zoveel beter functioneert, garandeer ik jou dat je gewoon weer gaat lopen zonder hulpmiddelen. Maar ja, ik ben pas 3 weken uit het ziekenhuis. Hè? En het is nu al zoveel beter. En ik ben nog vatbaar voor infecties. Ik moet een beetje oppassen. Maar ja, ik durf weer te dromen van een toekomst. Maar betekent het dan ook dat je standaard, als jij... Ik geef jou ook een hand en iedereen geeft jou hier een hand. Dat je standaard ook je handen met alcohol meteen was als je thuis komt. Dan ga je niet zo ver. Nou, sterker nog, ik heb zo'n flaconnetje bij me waarbij ik zeg maar gewoon even kan... Altijd? Want dat is de grootste besmettingsgevaar in je handen. Ja, ook met die prebiotica. Daar zitten bacteriën in, die mag ik niet nemen. Voorlopig. Tot 6 maanden, dan is alles weer een beetje normaal. En dan is alles weer normaal functionerend. Eigenlijk 3 tot 6 maanden. Maar het gaat eigenlijk zo goed dat ik steeds meer kan. Maar ik moet wel oppassen. Ik moet niet gaan opzoeken. Maar wordt er überhaupt in die therapie gewerkt met voeding? Überhaupt? Of gaat het echt alleen maar over medicatie en je immuunsysteem? In principe alleen over medicatie en immuunsysteem. Dus het gaat in principe niet over voeding nog. Oké. Okay. Ja, ja. Het zou heel interessant zijn. Omdat natuurlijk als je de bepaalde voedingsstoffen mist... dan kun je ook die zenuwbanen niet goed onderhouden, zeg maar. Je wil weten hoe je poep eruit ziet. Dat is eigenlijk wat... Dat wil ik van jou wel weten, naar de uitzending. Ik weet wel van MS bijvoorbeeld. Ik ken ook iemand die MS heeft. Dat voeding wel van hele grote waarde kan zijn bij... in ieder geval de heftigheid die je hebt. Dus als je goed eet, dat de klachten af kunnen nemen en zo. Ja, je wil niet weten wat ik allemaal gedaan heb. Want ik had gewoon zo'n gevoel van dat deze ziekte stiekem eigenlijk veel erger was... dan dat ik durfde hopen. Ik heb zeg maar allerlei... paleo-diëten gedaan, vitamine D, B12, allerlei supplementen, meditatie, heel veel sporten. Ik heb alles gedaan en toch ging het ineens zo hard achteruit. Jij gaat toch iets doen voor de MS-stichting? Wat? Ja, nou ja, een vriendin van, of een, de zus van een goede vriend van mij, die heeft MS. En ik ga de Arena Moves, gaan ze in Arena trappen lopen. En ik heb een op 9 juli. 9 juli, inderdaad. En ik heb een team samengesteld en daarmee gaan we in ieder geval aandacht vragen voor MS en trappenlopen tegen MS, eigenlijk om het onderzoek te bevorderen daarvoor. Ja. Boas, vergeleken met 20 januari, als ik je toen had gevraagd hoe ziet je toekomst eruit? Ik weet niet wat je toen had gezegd, maar wat zeg je nu als ik je vraag hoe ziet je toekomst eruit? Wat je gaat doen of wat je wil? Ja, kijk, wat Arena Moves ook doet, is arenamoves.ms, dus zeg maar die actie waarbij ze dus gaat vechten voor een MS-vrije wereld. Dat mensen gewoon weer kunnen bewegen, vrij kunnen bewegen. Dat wil jij? Dat wil ik. Ja, maar eigenlijk wil ik gewoon normaal boodschappen kunnen doen. Ja. Gewoon zo simpel is het. Want dat kon ik al niet meer. Gewoon zelfstandig leven. Ik heb vandaag toevallig een nieuw huurhuisje in Amsterdam kunnen bemachtigen. En ik ga straks weer na 9 maanden ziekenhuizen weer op mezelf wonen ergens een keer. Ja, en dat al, zeg maar, toen in september, als daar nog een keer zo'n aanval overheen zou komen, kon ik gewoon lineair het verzorgingstehuis in. Zo erg was het. En ik weet dat het pril is, maar liefde. Ja, liefde, ja, ook dat. Ik weet niet wat er allemaal is gebeurd, maar ik ben ook een meisje heeft mij benaderd via de stichting eigenlijk. Ik heb stichting op de been. Die had een gedicht geschreven en ik ben daar met haar in contact gekomen. En het werd van WhatsApp naar FaceTime. En ze is vorig weekend met Pinksteren langs geweest in Den Bosch. En ze komt volgende week weer. En ze studeert nu in Boedapest een halfjaartje voor filosofie. En ze komt dan weer terug. Het is allemaal heel pril. Ik mag het nog niet mijn vriendin noemen. Maar het ziet er allemaal heel erg leuk uit. Je Facebook status nog niet aangepast? Nee, nog niet. Nee. Zou je het met... Kijk, het is een peperdure behandeling. Meer dan 100.000 euro. Dus ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die kijken... althans, misschien mensen kennen met MS. Nee. Wat zouden die moeten doen? Wat moeten die doen om informatie in te winnen? Of waar kan je ze naartoe verwijzen? Ja, kijk, je wil niet weten hoeveel mensen mij benaderd hebben... met allerlei soorten vormen van MS. En ik ben natuurlijk geen arts en ik ben ook geen personal consultant. Ik weet heel veel van dat hele procedure. En ik probeer mensen allemaal te verwijzen naar de bronnen... waar ik het vandaan heb gehaald. Ze kunnen sowieso op mijn site opdebeen.nl kunnen ze alle informatie vinden. Ze kunnen me ook via Facebook berichten sturen, dan stuur ik ze door. En waar ik nu mee bezig ben, is ook een petitie ben ik opgestart. Opdebeen.nl/petitie. Waarop we proberen dit onderzoek naar Nederland te halen. Zodat in ieder geval een groep mensen kan gaan profiteren ook van dit baanbrekende onderzoek. Want dat is het gewoon wel. Ja, want in Nederland wordt dit niet toegepast. Hier zeg maar, we vinden het nog niet betrouwbaar genoeg, we vinden het nog niet... Nou ja, de behandeling zelf wordt hier toegepast voor non-Hodgkin en leukemie. Het is bestaande behandelingen wat al meer dan 50 jaar wordt uitgevoerd. Maar nog niet voor auto-immuunziektes. Wel voor systematische sclerose in het UMC in Utrecht, maar niet voor MS. En in Zweden wordt het, zeg maar, vanaf volgend jaar wordt het in alle ziekenhuizen wordt een standaard behandeling. Omdat ze gewoon al 13 jaar het onderzoek daar doen.
En hier nog niet. Dus maar wordt het dan ook minder kostbaar? In die zin, als het nou zouden adopteren in Nederland, wordt het dan. Ik bedoel, niet iedereen kan zomaar een ton ophoesten. Nee, dat is het hele punt. Vandaar dat ik ook probeer dat het onderzoek naar Nederland komt. Kijk, de kostprijs in Nederland van deze behandeling is 45.000 euro. En dat is eenmalig. Ja. De kosten van medicatie, van MS-medicatie, varieert tussen de 30.000 tot 45.000 euro per jaar. En dat moet je dus eigenlijk voor de rest van je leven slikken totdat ze een keer met een oplossing komen. Hmm. En ik zeg niet dat dit dé oplossing is, maar het is wel een oplossing voor mensen die een hele agressieve variant hebben en uitbehandeld zijn in Nederland. Ja. Dankjewel, mooi verhaal. En blijf lopen. Boas. Goed, man.